In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen te maken met niet aangeboren hersenletsel. Onder hen bestaat er een sterke behoefte aan lotgenotencontact, terwijl hun omgeving niet altijd volledig begrijpt wat deze diagnose inhoudt. In het NAH-café in Heteren wordt daar aandacht aan besteed. En dit gebeurt op een creatieve wijze. Er is nu een expositie, die wordt straks geopend over een paar minuten. En dat zijn allemaal de exposanten, zijn mensen die een NAH-afwijking hebben. Er is iets gebeurd in de hersenen, waardoor ze na revalidatie soms beperkingen hebben nog. Het lastige van die NAH-ziektes is dat je het vaak niet aan de buitenkant ziet. Ik heb een aantal schilderijen hier hangen, waarmee we dus ook een deel van het verhaal laten zien van iedere deelnemer. En hun reis met NAH. Als jij denkt aan niet aangeboren hersenletsel, denk je vaak aan oudere mensen. Maar ik ben er ook. Ik heb een fietsongeluk gehad in 2010. En daarna nog een auto-ongeluk in 2016, waardoor het hersenletsel versterkt is. Heel veel mensen die wij in het café hebben, die hebben moeite met prikkels. Dus vandaag is best wel druk. Je hoort misschien wel geluid achter me en ik kan slecht filteren en meer van onze deelnemers, dat kost gewoon heel veel energie. Maar dat zie je niet aan de buitenkant en daar worden ze heel erg vermoeiend van. We hebben een aantal artiesten hier, want ik blijf het artiesten noemen, die iets prachtigs neer hebben gezet en waar ze waarschijnlijk niet toe gekomen waren als ze niet iets mankeerden. Er is zoveel wat kan als je maar leert denken in mogelijkheden.